Geel-Ierse is een van de leukste wedstrijden die ik dit seizoen voorgeschoteld kreeg. Een zelden gezien festival van doelpogingen dat al begint in de vierde minuut, als Merja zich langs Van Hees wringt en op Schuurmans besluit. Ook Mujanovic dolt regelmatig de Geelse verdediging door de benen van Dello hier en alweer de redding van Schuurmans. Robbie Dello die ziet echt alle kleuren van de regenboog. Hier alweer in de wind gezet door Merja. En dit keer hangt de bal wel tegen de netten. 0-1 voor Lierse na 18 minuten. Dik verdiend. Tot dan toe stond er maar één ploeg op het veld. Een heerlijke actie en dito doelpunt van Dragan Merja. Twee doelpunten slechts in de competitie, nu ook al twee in de eindronde. En Lierse drukt door. Jurgen Rijmakers met de dribbel en de krul over. Geel kan het tempo van Lierse niet aan. Nagy legt slim breed, Van den Broek mag voorzetten. Drezen met de goede controle en het overzicht. Wils hoeft maar ja te knikken. 0-2 voor Lierse. Doelpuntenmaker Wils speelt volgend seizoen voor Westerlo. De vreugde is er niet minder om. Bij Geel appelleren ze voor handspel van Drezen. Niet onterecht, zo blijkt. Het doelpunt wordt echter goedgekeurd. Na 23 minuten lijkt deze partij al gespeeld. De Geelse jongens hebben dit seizoen al meer tegenslagen overwonnen. En ook nu gaan de kopjes niet omlaag. Een flater achterin bij Lierse en Sharai heeft maar binnen te duwen. 1-2, we hebben in de 36e minuut opnieuw een wedstrijd. Michael Nagy kopt ongelukkig terug. En de bal valt voor de voet van Sharai, een ex-Lierse speler nota bene. Deze aansluitingstreffer geeft de Geelse burger moed natuurlijk. En als Jo Vermast verrassend uithaalt, staat het plots 2-2. In goed 3 minuten zet de thuisploeg de scheve situatie recht. Het schot van Vermast is wel goed, maar lijkt ons niet onhoudbaar. In de extra tijd wordt Merja nog eens knap in het straatje gestuurd. Ook met een dribbel kan hij Schuurmans niet verschalken. Met een 2-2 ruststand gaan we de vele emoties doorspoelen. Trainer Peter Maas van Geel doet zijn huiswerk tijdens de rust en vervangt Dello door Komans. Mellemans moet het gevaar Merja bezweren en Komans mag mee voor aanvallende impulsen zorgen. Zoals met dit schot in de tweede minuut van de tweede helft, Van der Jeugd heeft het er moeilijk mee. 2 minuten later loopt Merja tot zijn eigen stomme verbazing geen buitenspel. Maar alleen voor Schuurmans bewijst de Serviër dat hij niet echt een vlot scorende spits is. Even later alweer een hoge bal richting Merja. Van Hees en Mellemans aarzelen even en de Serviër probeert zich tussen hen door te wurmen. Hij gaat neer en scheidsrechter Verbist aarzelt niet en legt de bal terecht op de stip. Mellemans bezondigt zich aan truitje trek. Merja zelf achter de bal en 2-3 voor Lierse. Aanstaande zaterdag treedt hij in Servië in het huwelijk. Ze zullen hem missen bij Lierse tijdens de wedstrijd van zondag op United. Geel dus weer op achtervolgen aangewezen en Karamaza profiteert bijna van slordig uitverdedigen. Vrije trap voor Geel. Komans via de muur tot bij Geudes die onbegrijpelijk voorlangs schuift. Trainer Maas zet dan alles op alles en gooit de boomlange en berensterke Tiam in de strijd. Bijna met succes. Alles of niks nu voor Geel, met zelfs doelman Schuurmans mee in de vuurlinie. Maar 2 minuten in extra tijd mag Mujanovic op een leeg doel af. Maar de Kroaat is ook ten einde krachten. Het blijft 2-3. Lierse neemt een serieuze optie op winst in de eindronde en het daaraan verbonden verlengd verblijf in de hoogste afdeling. Geel lijkt uitgeteld. Ik denk dat we vandaag enorm hard gestreden hebben, met een groot hart gespeeld. Maar ik denk dat we te veel kansen weggegeven hebben. Ja, en dan krijg je het heel moeilijk. Ik denk dat het publiek de grote winnaar is. Het is reclame voor het voetbal, ook vanuit de tweede klas. Ik vind Geel echt een hele fijne voetballende ploeg. Die ook zijn kansen heeft gehad. En goed, misschien zijn we vandaag wat meer gelukkig geweest. Ik heb wel genoten, maar ik ben toch ontgoocheld. Dus als je zulke twee wedstrijden speelt, op United en thuis tegen Lier. En je hebt 1-6, dan heb je te weinig geoogst. Het is een droombegin. En je hoopt daarop. En nu is het een feit. En nu is het zaak om scherp te blijven. Om gewoon niet te gaan zweven en rustig te blijven.